Wie zal de eerste gaan naar boven? Dat vraagt mij ook af. Ja. De andere zit hier. Kijk, deurtje opa. Jongens, 100% zeker dit wordt. Zo jongens en meisjes, terug hier kijken naar een groene vlog. Ja. Wel even wakker, zeg maar, toch lig ik nu in mijn bed. Helemaal nice, man. Dat heb ik zo vaak voor, hè. Sorry dat ik een vlog raar begin. Ja, het is een goede morgen, kijk. Mooi weer. Maar dat heb ik zo vaak dat ik die raam vergeet toe te doen. Allee, de gordijn vergeet op te zetten. Meestal dat naar mijn vlogs langs kijk, die weet dat er... de gordijn op zitten en ik weet die zo vaak te doen waardoor dat ik zo s'morgens vroeg wakker ben altijd. Ik zo, oh, dan moet ik lang wachten tot naar beneden kan, want ja. Ja, ik ga sowieso doen dat je moet zien. Ik heb het lang niet gedaan, dus ik moet wel naar beneden. Dus ik zit je bij terug en ik weet niet wat ik nog ga doen voor de rest. Konijntjes straks nog eens bekijken, ja. Maar zo is het nooit doen. Dat zullen we zelf te zien. Tjo jongens en meisjes, ik ben terug. Ik sla buiten, want... de konijntjes staan. Zo'n god. Hallo. Ach, ik ga dit openen. Dan kan ik beter filmen. Hallo. Wie zal de eerste gaan? Naar boven. Dat vraag ik mij ook af. Ze zijn nog niet naar boven geweest, al van 20. Dus het kan nog gebeuren. Hallo. Maar ze zijn nog alles aan het uitzoeken. Ja. Maar ik zie jullie zo terug. Want dan kunnen ze even rustig eten. Tot ze best. Dit moet natuurlijk ook gebeuren, hè. Het oude kot uit Kuisen. Want ja. Ze denken, als ze in dat kot kruipen, kunnen ze niet in dit kot. Als het vuil is, hè. Dus maken we dat even proeven. Kijk. Kijk eens, ja. Kijk eens, proper maken. Ik sta een klein beetje verder. De konijntjes heb ik heel veel gehad. Hela, de andere zit hier. Dus kijk, deurtje open. Hallo, Hela. Anders gaan ze ontsnappen. Ik denk dat ze gaan ontsnappen als ze dat deurtje open staat. Dus dan moeten ze nog gewoon moeten. Maar ik ga verder doen, anders ben ik je biet nog niet klaar. Want het is al... 3:15. Dus tot ziens. Ja jongens, dit is ook weer gebeurd. Kot is helemaal schoon. Kijk. Helemaal schoon. Nu staat het drogen. Er mist ook een stuk. Die kant of... ja, maakt niet uit. Maar we hebben dat van het oude kot van Stamper kunnen pakken. Dus ja, nu is het kot eigenlijk weer zo goed als nieuw. Allee, hoe dat te noemen, zo goed als nieuw. Ik bedoel meer... ja. Beter voor gebruik, want het ding was, er staat Europa en als die moest ontsnappen, ja, normaal ontsnapte, maar ja, je weet nog nooit, hè. Als er nog zo'n stuk mist, nu, als er nu zo'n stuk mist, hebben we altijd reserve. Sorry dat ik aan mijn camera bezig zit, maar die is wat nat geworden. Maar kijk jongens, oh, mijn camera focust nog niet eens zelfs. Zit er nu iets vuil op mijn camera? Nee, dat is op mijn scherm. Mijn camera doet het niet. Hele. Wat ben je allemaal aan het doen? Jij bent aan het graven, of wat? Kijk, mijn rug. Hela, pa. Echt, jongens, probeer het te doen. Hela. Oh, je ziet dat slecht. Je ziet. Dan kan ik het kot uitkuisen makkelijk. Dan zet ik ze eigenlijk even naar beneden, hier beneden, en dan kan ik dat kop eruit halen en zo. Hela. Hallo, je staat graag op film, hè? Ja. En ze zijn hier boven gegaan, de eerste die boven was, wacht, ik ga het wat makkelijker voor jullie maken, waardoor dat wel lichter is, dat was deze. Deze was de eerste boven. Hebben jullie het juist ook kunnen zien, dat is waar, want ik deed dat kot open en ja. Zij was als eerste boven en dan was het zij. Zij was de eerste boven en dan was het zij. De namen zeggen het straks pas. Ik weet het zelf, soms gaat het uit mijn hoofd, maar als ik dan denk... ja, jullie weten de namen al, maar ik bedoel...
Jullie weten niet voor wie dat welke naam is dus. Maar dat zeg ik vanavond in een vlog, al staat het waarschijnlijk al op Instagram vanavond. Maar dan moet ik nog zien hoe dat ik dat ga doen. Misschien zet ik het morgen pas op Instagram wanneer dat deze vlog online is gekomen. Ja. Nee, ik krap er niet uit, hè. Niet uit, hè. Ik zit hier niet graag bovenop. Zeg, ik zal hier het privé laten doen. Ik zal dat hier terug toedoen, dat kotje. Niet laten vallen, want anders verschieten ze nog. Oh, het is goed toe. Ik zie erachter laten. Ja. Niet alles staat op camera, dus alles is gevoeld. Hier kunnen ze niet naartoe. Er is een boel voor. Dat is een trapje. Dat gaan. We sluiten dat af als ze er niet zijn, want als ze toch eens moesten dit kunnen kapot maken. Want kijk, dat zit hier niet echt goed vast. Oh, sorry, pas slecht aan het filmen. Niet goed vast. Nee, mijn camera houdt gewoon die konijn. Ik langs van achter, sorry dat ik het zeg, maar ik ga het proberen te filmen. Lijkt dat toch op niet op Stamper, maar op Samson van Samson en Geert. Kijk. Samson, zo lijkt dat toch op Samson. Ik ga dat eerst echt toe doen, want anders ontsnappen ze misschien nog. Voilà, echt toe. Ja, konijntjes. Konijntjes in een nieuw kot. In een nieuw kot, wacht, kaarten zo. Mooi fotootje maken. Ja, sta je goed. Ja, dat is een mooie foto, hè. Mooi voor het thumbnail. Echt ja. Maar K3 is kapot aan het gaan, jongens. K3 is gewoon kapot, helemaal. We moeten een nieuwe K3 laten komen. Ja. Kijk, onze K3 is kapot. Snap je? K3. Ja, wel van zo'n ogen druk, reiniger is. Helemaal kapot en er zit een stom beest. Kijk. Oh shit, man. Maar K3 is dus helemaal kapot van zo'n ogen druk. Dus ja, dat gaat niet. Oh ja, je wilt ontsnappen, altijd. Jij wilt graven en ontsnappen. Maar ik zie je weer terug. Ik denk dat ik binnen ook nog wel wat te doen heb. Vaak moet ik terug op zijn plaats zitten. Ik had hier even gezet, dat ik alles er kon inkappen. Dus ja, tot straks. Tot morgen, jongens. In de vlog tot morgen waarschijnlijk. Ik misschien zie ze straks nog. Dag. Jongens, het is 100% zeker. Dit wordt Stella. Lekker. Dit is Stella. Jongens, de konijn. Stella. Het is 100% zeker. En dit, de volgende, wordt Pella. Oh, wacht, dat was van te strak aan mijn hemel. Deze wordt Pella. Pella. Oh, wacht. Ah. Want, even mijn gezin wegpakken. Dat jullie niet zien wat ik aan het doen ben. Want, bij de bovenste mogen jullie toch zien. Want, 12 stemmen. Op Stella, dat konijntje. En dan de andere ga ik proberen te laten zien, het is moeilijk. Ook 12, maar dan op Bella, dat konijntje. Dus jongens, het is afgesproken. Bella en Stella zijn gemaakt. Vandaan. En ze hebben ook wel een Instagram, dus ga even. Ik weet niet of ik het in de beschrijving kan zetten. Als ik het niet vergeet, zet ik het in de beschrijving, anders laat ik het hier nog eens lopen. Maar ze noemen gewoon Verelst zo'n streepje onder B, nog een streepje onder S. En de volledige naam kun je ook typen, dus Bella. Ja, Bella en Stella. Dus dat kun je ook typen op Instagram. En kun je ze volgen op Instagram. En dan heb je ook nog eens konijntjes, dus jouw programma staan. Dus morgen laat ik het op Instagram weten. Mijn Instagram doet tegenwoordig raar, die zegt dat maar zoveel mensen. Als ik een nieuwe post plaats, 2 seconden geleden of zo, nee, deze is al even geleden. Maar als ik een nieuwe post plaats en ik kijk op mijn Instagram, zonder dat ik eigenlijk, ja, ik weet niet hoe, maar dan zie ik maar 1 kijker en dan swipe ik bij elke gezin, swipe ik mijn Instagram weg, zodat je het niet meer als open app heb staan en dan kijk ik terug en dan ineens kijk ik, oké, ik denk dan wat app? Ja, ik lig in mijn bed, dringen jullie niet aan, het is al 6 uur, dus ik ga slapen, tof de leertje. Nee, grapje. Maar, ja, de konijntjes zitten mooi beneden, ik weet niet dat jullie ze uit mijn raam kunnen zien. Oh,
Dat zou wel graaf zijn. Kunnen we die van de nacht zien? Kan je dan een stoel zitten? Zo excited. Ik ga er al een stoel zitten. Hé hey jongens, wil je dat even zagen? Ik ga er al een stoel zitten. Dan gaan we Bella en Stella zien. Joi. Ah joi. Dan gaan we Bella en Stella zien. Ja. Bella en Stella. Bella en Stella. Wat was dat? Oké, een vlog, een pluimpje binnen. Kijk, daar is het kot van Bella en Stella. Kijk, Bella en Stella. Bella, Stella. Kun je vanaf hier Bella en Stella zien? Ik denk niet dat ik in dat kot kan filmen. Nee, nee. Zien jullie bewegen? Ik weet het niet. Het zal wel graaf zijn, maar dat gaat niet zijn, jongens. Spijtig. Spijtig. Heel spijtig. Nou ja. Maakt niet uit. Contatietjes. Gedraaid moeten zitten. Oh, mijn raam gaat moeilijk toe. Moet je dringend. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet wat ik zou wel zeggen. Dat wou ik zeggen. Oké, jongens. Ik weet niet wat ik voor de rest nog ga doen. Ook heb ik dingen. Waar dat ik op school mijn al mijn sleutels niet wil meenemen. Dus ik heb hier de rest van mijn sleutels hangen. En mijn andere sleutels hangen dan nog aan mijn funny pick. Gewoon mijn sleutels van het huis moet ik alleen maar mee hebben naar school. Oké, okay. Naar school. Dus ja, dan neem ik die alleen maar mee. En één sleutelhanger. Snappertje. Mijn oude konijntje. Als jullie ooit sleutelhangers vinden, willen dat keihard lijken op Bella en Stella, laat het me weten. Dan ga ik die misschien kopen. Maar mijn camera is niet gefocust. Maar maakt niet uit. Ik zie jullie weer terug. Ik ga nog zien wat ik voor de rest nog van de vlog kan maken. En dan moet ik nog zien wat ik met Spiet eerst eet natuurlijk. Dat weet ik niet helemaal later te gaan eten. Want mama krijgt ook een nieuwe gezin. Die heeft haar gezin al meer dan... I don't know jaren. Dus ja. Ik ga even beneden zien hoe dat gesteld is. Ik ben strak nog maar beneden geweest. Maar ik kan... Gewoon geen afscheid nemen van mijn broer en van die konijntjes. Ik ben ook al een paar keer buiten geweest om te zien. Zijn ze er nog? Zijn ze er nog? Nee, oké, okay, ze zijn er nog. Wacht, nog eens checken. Hallo, leven jullie nog? Echt zo, hè? Ja, dat ik bestand er ook zo, maar dat weten jullie allemaal niet. Dat is ervaring dat jullie nooit hebben... Ik sta ook gewoon op één voet. Ik weet niet waarom. Michael Jackson. Pauw! Ah ja, de moonwalk. Ik ken hem ondertussen wel. Ik heb hem nog geleerd, ik ken hem ondertussen wel. Ongeveer, hè? Ik weet niet dat ik het juist doe. Wacht, hè. Nu is deze omhoog, nu is deze. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb hem al even niet meer geleerd, maar ik kon hem wel. Weer al. Ik was aan het zien, ik dacht dat dit op hem staat. Wow, mijn camera staat donker. Oké. Het zal wel normaal zijn, of het zal van buiten gefilmd zijn. Maar ja, ik zie jullie zo terug tot 7. Tjo jongens en meisjes, ik ben terug. Ik weet niet dat mijn haar bijvoorbeeld zien gemaakt op zich eigenlijk uit. Ik ben dus just even in slaap gevallen. Het is niet de volgende dag. Het is 9 uur, dus het is niet de volgende dag. Maar ik was even in slaap gevallen, omdat ik zo moe was. Tijdens dat ik een video keek. Dus ik ga hier even... Dat licht hier aan steken. Ik moet dringend drinken gaan. Dat kan ik vandaag niet meer doen. Maakt op zich niet uit. Ik ga dat licht eruit doen. Ups, oké. Nou, ik gebied. Ga verder kijken naar de tv. Laat ik nog wel weten wat ik al gekeken heb. Het gaat niet meer zoveel, want ik volg wel series. Maar die series moeten nog afleveringen van online komen. Die zijn nog niet online. Dus, dat gaat niet zo makkelijk en ik heb al te zitten. Ik ben een prooi. Ik ben gewoon vierkantig te strak. In slaap gevallen. Vierkantig zo. Plak, plak, plak. Zo vierkantig. Snap je? Nee, ik ben niet grappig. Maar maakt dat niet uit.
Ik weet niet hoe me laat ik slaap ben gevallen, maar ik was 8:30 terug wakker. Het is nu bijna 9:30. Want ik was dan naar beneden gegaan dat ze me welden. Vroegen ze dan wat ik besteed, ik heb dat dan gezegd. Dan ben ik terug even naar boven gegaan. 9:00 hebben ze mij naar beneden laten gaan om dat op te eten. Toen moest het opwarmen en dat was eigenlijk ook koud. Ik denk dat ze vergeten waren mij te roepen, maar maakt het precies niet uit. Het viel nog mee, zo koud was het ook niet meer. In het midden was het koud, meer naar de buitenkant niet. Maar het maakt niet uit, ik heb gegeten, dat is het belangrijkste. Ik zie je biedt terug, ik kan nog zien wat ik voor de rest nog kan doen, niet veel waarschijnlijk. Waarschijnlijk kan ik beter nu de vlog eindigen, maar ja, ik weet het niet goed. Of morgen. En ik doe morgen een vlog, weet nog niet. Even tv kijken. En hopelijk heb ik een goede dag. Tot de volgende shot ga ik maar zeggen, want ja, jullie kennen dat. Kijk, ik kan nu zeggen van, en nu is het de volgende dag. Ik zei het toch. Next day, man. Next day. Ik ga de vlog eindigen. Tof dat jullie kijken hebben naar deze vlog. Ja. Oh, eigenlijk zijn de namen bekend geworden. Op Instagram worden ze bekend wanneer dat deze vlog online staat. Dat is het grappigste. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Sorry. Ik zie jullie volgende keer terug. Vind je het abonneer? Vind je een blauw duimpje? Mocht doen, zoek of op de beltje naast de abonneerknop. Zie ik jullie morgen terug om 16 uur dus. En dan zeg ik zoals altijd, GG out. Laters.